soy sauce die van mij. Moet. Beste shop in Den Haag. Beste. Snel, goedkoop en lekker. Oesbro. Hebben jullie nog iets speciaals of zo? Voor jou? Voor mij. Voor iedereen. Wat hebben? Weet niet, man. Wat hebben jullie? Wat hebben jullie niet? Thijs. Lekker, man. Roosje. Dankjewel. We komen wel snel. Nu gaan we even Nilo Inc. verrassen. Hij weet niet dat we komen. We gaan even wat lekkers geven. Theresia Straat 84A, Nilo Inc. Hij weet natuurlijk niet dat we komen. Hey! Leef je nog, jongen? Dat wist jij niet dat ik zou komen, hè? Sorry voor de camerabeelden, mensen. Het zijn toch allemaal lelijke mensen die zeg maar gaan kijken, dus geen stress. Gaan we even inzoomen, hoor. Beetje high-tech hier, man. Nilo Inc. high-tech, man. Wat gebeurt? Ik dacht gewoon tatoeage, het is gewoon high-tech. Ik zie iets gouds daar zo. Wat, Oh-oh. Dat is niks boeiend. Oh-oh. Dat is te laat. Niks boeiend. Dat is niet high-tech. Zoals jullie zeggen, Nilo Inc. is de beste. Al die neppe tattoo-artists moest je niet volgen. Vooral niet al diegenen in Den Haag. Geloof me, die zijn niks. Ah. Wat gebeurt, man? Je wordt een beetje gepest door iemand, man. Wat gebeurt? Oh, dit is een kapstok. Dit is een spelende jongen. Hey. Wie hebben we hier zo? Oh, jeetje. De Immortal, Regium Eerso. Hoe is het, man? Long time no see. Ja, man, zeker. Gaat lekker, man. Gaat lekker. Ja, binnenkort komen we je opzoeken. Vind je dat oké? Okay? Geen probleem. Dankjewel, man. Love, man. Je bent welkom, je bent wel. Love. Volgende keer zie ik jou hier. Nu gaan we kijken naar Walid Hamid tegen Marcel Verhaan. Eerste ronde. Shut up.
Stel jezelf voor, man, voor degene die je nog niet kennen, wat ik niet kan geloven. Bro, eet goed, bro. Eet goed, allemaal fijn, eet zelf. Hoe is het, man? Hoe bevalt het je het kickboxleven? Want ik bedoel, het is natuurlijk niet, het is natuurlijk niet zo gedaan. Ik zag bepaalde video's van je, dat je echt gewoon alles hebt gegeven. Ja, maar die dag had ik niks gegeten, bro. Die dag had je niks gegeten? Nee, niks. Nooit eet ik goed, bro. Nu eet je goed? Ja, man. Hoe laat? Ik neem aan dat je de laatste partij zal hebben? Ja, man. Ik denk de laatste drie. De laatste drie? Ja. Hoe voel je je? Ik voel me goed, man. Heb je veel getraind? Nee, man. 5 weken. 5 weken? Ja, man. En heb je soms ook 2 dagen achter elkaar getraind? Of heb je 2 keer per dag getraind? Of denk je, of elke hoe? Elke dag 1 keer gewoon. Elke dag 1 keer. En bij wie heb je dat gedaan? Gewoon iemand uit Enschede. Murat Aygun en Oskan. Murat Aygun en Oskan. Oké, okay, dan. Wat heb je hiervoor al wel getraind? Nee, man. Veel mensen verwachten dat Nessim gaat winnen van jou. Succes. Oké, jongens, we zitten bij WFL in Almere. Gym van Haar, kickboxing, druten, samen in één. Ik heb mijn jongens aan mijn zij gehad, maar ook meer en meer respect voor die jongens. En mijn sponsors en iedereen zijn erbij. En ik heb een leuk potje neergezet. Oesh, en al met al, voor mij ben je nog niet afgeleend. Oké, okay, dan. Thanks, man. Hoi. Tranquilo. Wanneer moet je weer? 85. Ja, ik ga mijn Jan in 1 keer naar je toe sturen, maar hij is ook 85. Je moet hem even aanpakken. Doe je ontspannen. Ja, succes, hè? Gaan, hè? Je weet het. Rustig. Ontspannen. Alles lekker? Wanneer moet je weer dan? Ja, we gaan trainen. Lekker, maar succes. Derde ronde, even 3 keer geslagen. Vertel even na jaartje weer inkomen. Belangrijk is dat ik de finale ben, dat is eigenlijk belangrijk. Dan gaan we echt alles laten zien. Dus dat is en wat blij met te zien, man. Ja, wat in jullie nog precies op Rotterdam? Ja, met Ismael. Hi, man. Hey, die gewoon op jou. Bro, perfect. Okay. Ja, man, bro. Dus wel, fijn. Druk, man. Ja? Hoe is je net? Ja, kille. Kan ik ook bij de kan geen vies. Ja, toch, hè? It's all in the game. Snap je, hoor. Lucy. Ja, man. Hoe is het, bro? Goed, wel. Ospallen, man, ik heb je gemist, man. Ik jou niet, hoor. Als je naar me kijkt, wat denk je dan? Denk je niet aan Los Angeles en Amerika? Lockdown! Niet gevochten, maar een gekke vakantie als het gooitje, ja, echt, man. Hè? Man, niet normaal. Je bent een kampioen, ja! Ja. En? Ik heb Pasa. Gewonnen, moet man. Je dus zometeen weer even? Als het uitvoeren in het toernooi, dan val ik in, man. Oké, okay. Even wachten. Ja, hoe is het met jou, man? Gaat het goed? Tranquie? Hard aan de trainen. Hey, sowieso, man. Ik heb een broodje voor jou. Een broodje? Maar wat voor moet mij? Je ervoor doen, Ellen? Doe je dat nou bij hem of voor mij? Een broodje voor wie? We hebben hier een broodje hamburger te verloten. Het argument is, waarom zouden jullie het broodje hamburger willen winnen? Degene die met het beste argument komt, die winnen. Weet je zo? Omdat ik van broodje... niet, hoor. Maar omdat hij misschien het lekkerst is. BAM! Ja, hij moet zo vechten, hij moet zo vechten. Gefeliciteerd, Dexter. Luister, dit geeft je extra power in de ring. Dexter.
Alfia Lima, ga hem opzoeken. Ja, ga hem toch, opzoeken. Ja, oude man, ga die partijen opzoeken. Dan gaan jullie weten wie hij is. Vroeger. Gekke dingen. Wow. Succes, man. Dit komt wel online en zo zulke dingen. Dit komt online. Luister, dat is mij raar. Dit komt online. Ik wacht al 10 jaar op een filmpje die je voor me moet sturen. Want je loopt te filmen zonder SD-kaart en zo. Nee, man. Deze man wacht ook op een filmpje. Hij wacht niet. Lekker om door te wachten. Hij wacht niet. Bo, tegenwoordig zijn we snel. Hebben die andere filmpje niet gezien? Broer, je moet gewoon een SD-kaart kopen, want die loopt nu weer voor niks. Bro, luister, nu doe ik serieus. Deze komt gelijk online. Deze komt sowieso online. Voor de mensen die je niet kennen, stel jezelf voor. Want mensen denken van deze man is helemaal lokker. Hoeveel gig heb je? Bro, 256. Dus Mr. Buddha. Mr. Buddha, MB. Hij is snel op die dingen, hè? Hij is snel op die dingen. Los pap, we zijn in de building. Is er? Niet afkoelen. Huh? Gewoon lekker, gewoon dit. Gewoon lekker. Ik heb niet veel, man. 1 keer alle bogen. Gewoon die doorbloeden. 2 binnenkantjes, man. Voor de rest niks, man. Okay. Spannend, man. En met jou? Rustig, rustig, ouwe. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, man. Was wel een hete strijd zojuist tussen jou en je grote vriend. Viel wel mee, toch? Ja, toch? Ja, jullie waren wel, op het einde waren jullie wel weer maatjes. Ja, moet half, sportief half. Blijven. Sportief blijven, toch? Subtiel, half-half. Ja, half. Hij was half-half, hoor. Hij was wel een soort van... Die laf was een soort... Dus zometeen tegen wie denk je? Echt, ja, half, hè? Dat is al bekend, toch? Aigun. Aigun is de tweede, ja, toch? Dat betekent voor jou... Het betekent voor mij dat ik hem moet pakken en dat ik doorga naar de finale en dat ik die belt mee naar huis moet nemen. Oké, man. We gaan weer pleiten, want we worden... Ja, we moeten weg. Moet je Thomas? Ja. Hé. Hey. Kijken. Loop. Ik zeg je toch, wij doen dingen die mensen niet doen. Ik kom nu. Oké, top. Is dat blauw of rood? Ja, blauw. Voor de tijd. Roos. Focus. Roos. Uitvoering. Roos. Ja, toch? Roos. Uitvoering. Klaar. Je luistert goed. Je bent in shape. Je doet alles goed. Roos. Klaar. Roos. Doe je opdracht. Yeah.
Kan verder lopen, bro. Oh, blauw-rood. Die vorige partij gaan. Nou, ik zat een beetje vast. Ik heb juist niet gevochten. Maar voor de rest, weet je, hij wou irritant, hij wou niet echt vechten. Hij ging achteruit, dit dat een beetje irritant doen. Hij ging de hele tijd vooruit, dat je ook wel pakken. Maar ja, hij was irritant bezig, laat maar zeggen. Het irriteert je een beetje? Het irriteerde me een beetje, maar ja, hij was niet echt om te vechten, zeg maar. Snap je? Jij bent meer een vechter, je komt gewoon te... Ik wou gewoon naar voren, weet je, als je zo staat, zou ik gewoon vechten. Maar wat hij deed, is alleen achteruit en vastpakken en een heel rare stoot. Vond je jezelf de terechte winnaar? Ik vond mezelf dan wel terechte winnaar, ja. Oké, top man. Ik wens je veel succes op bij je volgende partij. Ik ga je niet te veel storen. Rust, bro, dankjewel. Hoi. Ja, dan. Ja. Hoe vind je het nou om achter de schermen met ons mee te gaan? Ik vind het geweldig, man. Ik kom gewoon achter hier bij WFL zonder bandje, niks. Kom op, bro, supporten met jou. Ik weet zelf, man. Ik weet gekheid, man. We zijn in de building, man. We zijn in de building. Hey. We hebben sowieso... No pictures, please. I know. We zijn hier met Mandy. Achter de schermen. WFL. En wij zijn altijd aanwezig. Wij doen dingen die mensen niet kunnen doen. Mandy zegt, weet je wat? Ze heeft gewoon een t-shirt voor me. En je weet dat ik gewoon... Even kijken, zullen we kijken? Wat is dit? Het is gewoon een L. Jawel. Wij gaan naar huis met een WFL t-shirt. Voor diegenen die zeggen... Tenminste, je kan onder in de vlog kan je reageren. Ik krijg een hele stapel, zogenaamd. Misschien. En als jullie zoveel mogelijk mensen taggen, dan krijgen jullie ook eentje van mij. Wees er snel bij, ze zijn zo op. Ciao. Wat gaat er door je hoofd zo een paar minuten voordat je de wedstrijd in moet? Wat gaat er... Winnen. Oh, alleen winnen. Ik moet gewoon winnen, man. Ja, ik moet deze toernooi pakken. Iedereen vertrouwt op me. Zoveel mensen voor mij hier. Ik moet ze niet teleurstellen. Kan niet. Ik zie dat je er hard voor hebt getraind. Sowieso, man. Sowieso. Ik heb zeker hard voor getraind. Sowieso hard dan de vorige keer. Ik zie Turkse vlag. Sowieso, man. Trots. Trotse Turk. Huh? Sowieso. Dat is sowieso, hè? Turk altijd, man. Turk altijd. Love, man. Doe je best, man. Ik denk dat iedere Turk voor je aan het duimen is. Sowieso. Love, man. Succes.
sowieso te resetten, bro. Ja. Hij is hard, hè? Hoe is het precies zo moet je te resetten, bro? Pas in de boxring, anders dan... Zie dat red dan, bro. Dat zie je. Anouar. Ja, bro. Ben je er klaar voor? Ja, moet wel, bro. Je pak is dope, man. Zijn jullie er klaar voor? Zeker weten, zeker. Een mooi pak aan heeft, man. No hoort jokes. Erbij, hoort erbij. Dat is wel echt... Ja, zeker weten. Blijf cool, man. What's your name? Where are you from? I'm Ahmed DB from France. Oosh. Good luck. Thanks. Voor de mensen die je nog niet kennen, stel jezelf voor. Mijn naam is Jorine Baars. Zesvoudig wereldkampioen kickboksen. En ik ga zo meteen slopen hier al. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Oosh. Hoe vond je het? Wie heeft wat te maken? Fightpress.nl. Ontspannen, man. Wat vond je ervan? Ik heb gelachen, man. Wat? Team Spec, je ziet Team Spec, ja. Team Nessim. Anouar was niet klaar voor dit, bro. Je weet toch? Wat vond je van die eerste ronde? Want hij ging gestrekt, bro. Bij de eerste twee seconden. Daar moet die memes over gaan maken, je weet toch? Bro, love, man. 100%. Doe je ding, ja. Later. Dankie. Je weet het, man. Love, bro. Wat vond u er nou van, als kenner? Wat ik hiervan vond, ik vond het gala, super, maar de scheidsrechters waren verschrikkelijk slecht. Dat meen ik echt. En niet dat ik nou iedereen af wil breken, maar het gaat mij erover. Kijk, je moet, als je twee vechten in de hoek hebt staan, je kent me te varen, zeg. Ja, en dan doe ik altijd, dan pak je één vechter beet en je draait weg. En staan ze midden in de ring en dan krijg je uit elkaar, dan krijg je verder vechten. Maar wat doen ze hier? Hier zeggen ze, breek en dan laten ze verder vechten. In de hoek. Ja. En ze blijven dan gelijk weer vastpakken. Dat is het geval. Een scheidsrechter kan zorgen dat er snelle partijen komen. Ik heb de vaders vaak genoeg gescheidsrechter. Film hem even. Hij heeft gelijk. Ik heb hem gescheidsrechter aan de Abu Dhabi tegen de Turk. Hey, bigger uit de feit. Ja. Die man die stelt zijn eigen naam. Dit is in mij niet. Staat op, ik ga verder vechten. Ja. Of niet? Ja, nee. Maar zo. Ik druk je wel de hoek uit en je gaat midden in de ring weer verder vechten. Ja. Maar hier laten ze iemand in twee vechters in de hoek staan. En dan zegt hij breek. En dan zegt hij fight. Ja. En staat ze nog in die hoek. En wat gebeurt er dan weer? En ik wil weer dit. En ik kan niet bij mij. Bij mijn opinie kan dat niet. Kijk, kan iedereen maar zeggen dat ik de beste scheids van de wereld ben? Nee, dat ben ik niet. U bent wel de een van de beste. Nee, dat bent u ook. Last. Wij zeggen het. Wij zeggen het. Wij zeggen het. Wij zeggen het. Hij is heel brutaal. Hij is heel brutaal, maar hij is wel eerlijk. Maar hij weet wat hij doet. Eerlijk. U weet wat hij doet. Mokko meen ik in de building. Wat vond je ervan? Bro, ik hou van kickboxen, maar je weet zelf, man. Dus het is all good. Ik hou van deze shit. Dankjewel, man. Dankjewel, man. Dankjewel voor de support. Fightpress.nl. Sowieso. Support. Hij is er in de building. Wat vond je ervan? Ik heb geen woorden. Geen woorden? Ai. Redman Cairo in de building. Wat vond je ervan? Lange dag. Een aantal partijen hebben me wel een klein beetje teruggesteld. Althans de uitslagen. Ja.
Maar over het algemeen was het wel een leuk evenement. Ik vond dat er een aantal veelbelovende vechters tussen zaten, vooral bij de laatste 16. Ja. Ik vond van de zwaargewichten vond ik een partij tussen Stojka en Nordin vond ik erg technisch. Technisch inderdaad. Stojka vond dat hij niet had verloren. Daar ben ik het mee eens. En daar heb ik het echt zo neutraal mogelijk bekeken. Maar ja goed, ik ben niet van de jury. En zo waren er nog een aantal andere uitslagen waar ik dacht van oké, ik had het anders gescoord. Wat vond je van de scheidsrechters? Even kijken, al vrij vroeg eigenlijk, bij een van de eerste partijen, was er wat voorgevallen. Ja. En de scheidsrechter reageerde gewoon te laat. Hij was al aangeslagen, die vechter, en ja. Hij liet hem eigenlijk doorvechten, maar hij had toen al gewoon eigenlijk moeten stoppen. Dat kon al niet meer. Dus dat is dan iets wat me wel opviel. Maar ja, over het algemeen... Beetje half-half. Half-half, ja. Oké, dus niet helemaal op topniveau, net als hoe je als vechter het liefst zou willen hebben. Nee, precies, inderdaad. Want ja. Een scheidsrechter is wel heel erg belangrijk voor de uitslag. Ja, is super belangrijk. Kijk, ik zeg altijd, er zijn een paar scheidsrechters, waaronder Youssef Akni. Ja. Hij is wel echt een van de betere. Jopie. Jopie ook, uiteraard. Dat zijn echt mannen die je gewoon op je evenement moet hebben, in de ring.